belangrijk. En dat ziet niemand aan jou. De manier waarop je denkt bepaalt in hoge mate de performance van jouw put. Als je heel technisch denkt, en nou generaliseer ik, als je heel technisch denkt, zie je vaak dat die afstandscontrole minder goed is dan wanneer je wat meer met die gedachten bij je doel bent. Kijk, die techniek die moet immers al gebouwd zijn in jouw trainingen, in jouw oefensessies. Ga je spelen, en dit train je natuurlijk ook in je oefensessies, moet je met die gedachten veel meer bij die hole zijn. En een gedachte zou kunnen zijn, de hole. Een gedachte zou kunnen zijn, ik kijk wel naar die bal, maar vanuit mijn ooghoek hou ik die hole in de gaten. En daar is de sportpsychologie het wel over eens. Op het moment dat je met die aandacht meer bij je doel bent, presteer je beter dan wanneer je heel erg gericht bezig bent met de technische uitvoering. Nou wil ik dit niet uitsluiten, maar het ideaalplaatje zou wel zijn dat wanneer jij technisch goed getraind hebt, dan maak je als vanzelf een goede beweging. Dan ga je in diezelfde training ook trainen de manier van denken. En dan zul je op een gegeven moment gaan merken dat die twee bij elkaar komen. En dat de aandacht daar zit. En dat je met een goed uitgevoerde strook die bal keurig of in die hole laat eindigen. Of bij die hole laat eindigen. Ja. Dus vergeet nooit je denken te trainen als technisch onderdeel. Ja.